Deze week in Nieuwsronde. Clubs en scholen halen oud papier op. Nieuwe Amstketen voor burgemeester. Nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Fotografe Carla Kogelman op open avond. En de tijd van de goede voornemens. Vanaf deze maand wordt uw oud papier opgehaald door vrijwilligers van scholen en verenigingen. RTV volgde de papierwagen op de eerste dag met scouts van Eliboe uit Vinkeveen. We verwachten in de toekomst nog minder papieren op te halen in ons eigen container die we hier hebben staan. Die container willen we wel zo lang mogelijk behouden. Maar je ziet al dat we de laatste jaar toch al wat minder inkomsten uithalen. En met deze actie inderdaad denken we toch dat we toch wat meer in totaliteit kunnen opbrengen voor de vereniging. Nou, het komt een beetje terecht toch wel in de grond bij de algemene middelen. Hè, maar we hebben altijd wel specifieke acties voor onze jeugd, dat we jeugdmateriaal kunnen blijven aanschaffen. En wat is jullie verwachting voor de komende tijd met betrekking tot het ophalen van het papier? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik denk ook dat we dat gewoon eens een jaar moeten aanzien hoe dat gaat. En er zal ook regelmatig wel overleg zijn met de gemeente van hoe de status is en moeten de dingen aangepast worden. Waarom organiseert de gemeente de oud-papieractie? Nou, het is geen oud-papieractie. Wij willen papier graag scheiden. En dan kun je zeggen van dat laten we professioneel ophalen. Maar je kunt ook zeggen van de kosten die we daarmee maken, die geven we aan de verenigingen. En daardoor gaan de verenigingen nu achter de wagens lopen. Doen alle clubs mee? Nee, alle clubs doen niet mee. We hebben wel alle clubs die een container hadden en nog hebben voor de papierinzameling, hebben we allemaal uitgenodigd in een drietal bijeenkomsten. En allemaal uitgenodigd om mee te doen. Hoe gaat dat nou? Nou wordt er natuurlijk een hoeveelheid papier opgehaald. Dat vertegenwoordigt een bedrag, geld. En dan? Dan krijgen de verenigingen, die krijgen per kilo krijgen zij 4 cent. En dat is vele malen meer dan dat zij in hun containers bij hun locaties hadden. Dan is er een hoeveelheid opgehaald. En hoe gaat dat naar rato verdeeld worden? Of hoe gaat dat dan? Dat gaat inderdaad naar rato verdeeld worden. Datgene wat men ophaalt, krijgt men ook betaald. Scouting Eliboe Vinkeveen haalt op in Meidrecht. Hoe zit dat? Ja, wat wij hebben gehoord waren de wijken in Vinkeveen al vergeven. Dus zijn we uitgedeeld hierheen. Ik heb begrepen dat jullie een soort training of instructie hebben gehad. Vertel eens daar meer over. Ja, we hadden een instructieavond bij Herta in Vinkeveen. En daar werd met een PowerPoint uitgelegd wat we moesten doen, hoe alles bediend moest worden. En ook heel veel over veiligheid. En mochten we testen alvast hoe je die bakken in de container krijgt. En wat is het belangrijkste wat je ervan onthouden hebt van deze training? Dat je de bak vroeg moet loslaten, want anders word je mee naar boven getrokken. En dan moeten de mensen heel erg goed opletten op hun afvalkalender. Niet iedere vereniging haalt op dezelfde dag op. Dus heel erg goed opletten op de afvalkalender. Begin vorig jaar vroeg burgemeester Dievendal ons oude zilver voor een nieuwe Amstketen. Afgelopen week was hij er dan. Eerste presentatie in het gemeentehuis, later op de maandag op de nieuwjaarsreceptie in de Boei.
een mooi resultaat geworden. Ja, absoluut. Ja. En zeker iets om heel trots op te zijn. Ja. Is het veel werk geweest? Ja, heel veel werk. Ja. Achteraf meer dan dat we gedacht hadden. Ja. Hoe was de samenwerking tussen jullie? Normaal gesproken beconcurreren jullie elkaar natuurlijk. Ja, we zijn inderdaad niet dat we iedere dag voorheen om over de vloer kwamen. Maar de samenwerking was een uitdaging en dat is het absoluut ook zeker geworden. En uiteindelijk is het gewoon reuze meegevallen. Zo'n gemeentewapen, is dat nou veel werk om dat samen te stellen? Het hangt er vanaf van de betreffende gemeente. Soms hebben ze daar zelf al over nagedacht. Of meestal hebben ze daar zelf al over nagedacht. Dan komen ze met een ontwerp dat eigenlijk goed uitziet. Wat ook voldoet aan een aantal eisen die wij eraan stellen. Soms ook in mindere mate. En dan moet je toch bijsturen en proberen tot goed resultaat te komen. Nou is de 4 kilo zilver opgehaald. Betekent dat de ketting 4 kilo weegt? Nee, we hebben restafval. We moeten dat echt nog eventjes goed uitzoeken. Er is zilver over, maar we wilden eerst weten of het bij de burgemeester goed om zijn hals heen zat en dat het goed valt. Dan willen we ook nog reserveschakels maken. De volgende burgemeester kan wel een hele andere lengte of formaat hebben. En dan is het toch wel fijn als er reserveschakels zijn. En als ze dan zal er ongetwijfeld nog wat overblijven. En dat gaan we wegen en dat gaan we zoals afgesproken doneren. Uw burgemeester ziet er dit jaar iets anders uit. Ik heb het dan niet over mijn nieuwe pak of schoenen. Ook niet over mijn stropdas, die gebruikelijk niet altijd helemaal goed zit bij mij. Maar ik heb het over de nieuwe ambtsketen, die ik vanavond voor het eerst draag. En die ik u met veel trots toon. Trots omdat hij schitterend uitziet. Maar vooral trots omdat de inwoners het benodigde zilver hebben geschonken. En onze juweliers de keten hebben gemaakt. Het dagblad Trouw schreef vorige week een artikel over. En er stond een kop over: de nieuwe ambtsketen is van iedereen. En ik ben het daar hartstikke mee eens. Naast het uitwisselen van alle goede wensen tijdens de nieuwjaarsreceptie was ook weer de gebruikelijke kramenmarkt. Verenigingen en stichtingen presenteerden zich aan het publiek. Met een hele rij prijzen gelouterde fotograaf had Fotoworkshop de Ronde Venen een topper in huis. Op de jaarlijkse open dag was fotograaf Carla Kogelman te gast. Ik heb begrepen dat je 25 jaar in de theaterwereld hebt gezeten. Was het niet meer leuk? Oh, dat was hartstikke leuk, maar ik was toe aan iets nieuws en iets anders. En hoe ben je op dat andere gekomen? En dat was fotografie. Ik deed eigenlijk altijd al aan fotografie. Ik fotografeerde al heel erg veel, alleen nooit op een professionele manier. Want ik wist niet zoveel van sluitertijd en diafragma.
Ik denk dat door het dat is echt in mijn geval zo, door het volgen van die fotoacademie, wat ik gewoon 3,5 jaar gedaan heb, dat ik daardoor op een ander level ben gaan fotograferen. Nu weet ik de techniek, kan ik hem vergeten en nou ga ik op zoek naar de inhoud die ik wil vertellen. Je hebt natuurlijk ook gestagede, gezettelde portretten. Als je iemand op een stoel zet, zoals jij mij nu op een stoel zet, dan is dit jouw beeld. Is bij portretten misschien nog de enige categorie waarop je wel kan stagen, zeg maar. Maar bij andere documentaire fotografie, en ik noem mezelf toch documentaire fotografie, ga je eigenlijk niet stagen, want je volgt een verhaal wat er is en je grijpt zelf niet in. Volgens mij gaat het bij mijn soort fotografie vooral om het vertrouwen wat je met de mensen opbouwt. Als ik geen vertrouwen van die mensen krijg om ze te volgen, kan ik niet fotograferen en kan ik mijn verhaal niet vertellen. Daarom kan ik het misschien ook wel beter bij kinderen dan bij volwassenen. Want volwassenen hebben het altijd door dat je fotografeert. Die zijn sneller geneigd om mij niet te vergeten. Terwijl kinderen, die hebben zoiets van, nou, laat me zitten, is er weer. Op welke prijs of op welke foto ben jij nou het meest trots op? Geef je de meeste voldoening? Ja, op die serie van 12 Viertel, die vind ik, daar zit gewoon heel mijn hart in. En daar heb ik natuurlijk ook de meeste prijzen mee gewonnen. En op welke foto ik het meest trots ben, is misschien wel de volgende foto die komt. Ja, dat 12 Viertel, dat heeft ook te maken dat je... Ja, je bent daar kind aan huis, heb ik begrepen. Ik ben daar kind aan huis, maar ik ben natuurlijk zelf ook op het platteland opgegroeid. Dus ik kan me heel veel voorstellen bij hoe die kinderen daar nu leven en wonen. En ik denk dat er zit ook heel veel magie in. En ik denk dat elke toeschouwer van die fotoserie, dat hij zijn eigen jeugd misschien wel herkent. Of een stukje van zijn eigen jeugd. Het geeft gewoon heel veel herkenning weer. Wat is er terechtgekomen van uw voornemens en wensen vorig jaar? En waarop hoopt u in 2017? We hebben 2016 net achter de rug. Ja. Wat waren uw verwachtingen van toen? Ja, hoog. En gezond blijven. En ja, weet ik niet. Wat verwachtingen heb je van een jaar? Dat je gezond blijft en gelukkig bent. Dat is het meest belangrijke. Uitgekomen? Uitgekomen. Ah, mooi. Ja, absoluut. En ja. 2017, wat zijn uw verwachtingen? Zelden. En dan, ik hoop dat de economie in Nederland blijft groeien. Dat is voor iedereen goed. Dus dat is belangrijk. Nee, voor over een paar weken 92. Zo. Wat moet je er nog verwachten? Ja. Nee. En heeft u verwachting voor 2017? Och, als alles gewoon zo verder gaat. Ik heb mijn man nog, dus ik bedoel, gewoon zo weer prima. Ja. En zijn die verwachtingen van 2016, hè? Zijn die allemaal uitgekomen? Het zal wel, ja? Want ik heb niet te klagen. Wat hoopt u voor leuke dingen te verwachten in 2017? Nou, niet veel. Nee? Wat moet ik nou nog voor leuks? Vakanties zijn er niet meer bij. En, misschien in de familiesfeer, dat er leuke dingen gaan gebeuren? Goed. Nee, daar gaat alles goed verder. Oh, wat fijn. Nee, hebben we niks mee te klagen. Hoe waren uw verwachtingen voor 2016? Prima. Zijn ze allemaal uitgekomen? Nou, ik laat het altijd maar over me heen komen. Ik maak nooit geen plannen of zo. Ook niet voor 2017? Nou, gezondheid is gewoon het belangrijkste. Vorig jaar hebben we gewoon een paar dingetjes, allebei, mijn man en ik. Ja, ziekenhuis en niet ernstig, gelukkig. Maar goed, als je ouder wordt, dan wil je enkel maar gezondheid hebben. En voor de rest leef ik prima. Ik had het idee in 2016 om meer tijd met mijn gezin door te brengen. Is dat uitgekomen? Dat is niet helemaal uitgekomen. Dus dat moet veranderen. Nou, de verwachtingen voor ons team zijn op zich speciaal. We gaan uitbreiden. Ze worden 2 keer zo groot.
Okay. En dat moet erin resulteren dat ik... Dat we ja, meer kunnen aanbieden, prettiger kunnen werken, maar ook dat ik efficiënter kan werken. En misschien dan dat andere doel waar ik net over had, wat meer met mijn gezin, dat ik ook daarbij kan ja, realiseren. Ja, het gaat meer om de gezondheid, hè? Okay. Dat vind ik belangrijk. Maar daar kan je niet altijd wat aan doen natuurlijk, nee. Maar je kan er wel aan meewerken. En dat is wel gelukt. En 2017, wat voor verwachtingen heeft u? Nou, als ik zo naar buiten kijk, dan begint het goed. Nee, ja goed, we moeten gewoon weer... Een beetje op elkaar letten, vind ik, en elkaar helpen. En de gezondheid vind ik altijd het belangrijkste. Maar ja, dat heb je niet zelf in de hand, wat ik net al zeg. Dus, nee. Gaan er nog leuke dingen gebeuren voor u, 2017? Dat hoop ik. Zoals? Wat verwacht u? Ja, wat moeten we verwachten? Misschien in de familie nog hele leuke gebeurtenissen gaan plaatsvinden. Ja, dat is ook weer spannend. Dat weten we ook niet van tevoren natuurlijk. We hopen dat er wat leuks gaat gebeuren en daar gaan we gewoon vanuit. Altijd positief blijven.